Hallo dames en heren van het Roblox Gaming Kanaal. Ik ben Jorgo, één keer Roblox Gamer. En welkom bij deze nieuwe video. Doe allemaal vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal. Hier beneden zou ik super erg fijn vinden. En dames en heren, vandaag gaan we een Q&A video opnemen. Dat had ik jullie beloofd. Na lange tijd geleden, want ik moest vragen eens verzamelen. Nou ja, het was eigenlijk best wel makkelijk, maar ik moest er gewoon de manier op vinden. En nu heb ik een paar vragen. En sommige zijn ook best wel leuk. Dus laten we snel gaan beginnen. Alle vragen die ik, by the way, in deze video ga behandelen, dat zijn allemaal, alle mensen die naar mijn bericht hebben gestuurd van de vraag. Shout-out naar jullie. En nog even een ding, bijna alle mensen die ik in deze video behandel, zijn hun Insta of TikTok of YouTube onderaan in de beschrijving. Wordt veel schrijfwerk, maar hey, dat maakt helemaal niet uit. En ik heb hier papier voor me en daar heb ik alles opgeschreven, dus laten we doorgaan naar de eerste, namelijk een Menchu. Waarom maak je YouTube video's? Nou ja, waarom ik YouTube video's maak, dat is eigenlijk een beetje simpel. Omdat ik er van hou, omdat ik er lol in beleef. En omdat dat eigenlijk gewoon mijn hobby is. Dat is waarom ik YouTube video's maak. En deze vraag is van Sasha, namelijk: wat is je favoriete flip om te doen of hoe heet dat? Nou, ik ben heel erg fan sowieso van backflip. En mijn favoriete flip per se, dat is de Arabier backflip. En voor de mensen die niet weten wat het is, dat is eigenlijk een ratslag met een flip erin. Dus ja, eigenlijk gewoon een ratslag met een backflip. En wat ik echt per se, ja, en dan heb ik ook meteen gewoon mijn lievelingsding, wat ik eigenlijk het meest doe. Want mijn lievelings is natuurlijk wel de Arabier backflip. Maar wat ik het meest doe, is van dingen afflippen. Dus van de tafel backflip doen, muurtje, houten bank, of het kan van alles zijn. En de volgende vraag is van Cas, namelijk: wat zou je doen als je met één video 100.000 weergave haalt en binnen 1 uur 120.000 subs haalt? Ten eerste, ik zou echt ontzettend blij worden, niet normaal. En ik zou me ook afvragen hoe dat kan, want dat doe je niet zomaar. Ik zou dan sowieso me meer richten op YouTube als mijn hobby zijnde. Ik zou een betere planning voor mezelf gaan maken. Ik zou weer beginnen met daily uploads te maken. Ik zou ook nieuwe series proberen te vinden sneller. En ja, ik zou ook denk ik misschien meer materiaal kopen. Ook al hoeft het niet per se, zeg maar. En ja, dan zou ik me gewoon meer richten op mijn hobby. Dat is wat ik echt zou doen. Deze vraag is van Thomas, namelijk: wie is je crush? Super simpel, één naam, Mila. Dan hebben we deze vraag van Ricardo, namelijk: wat vind je belangrijker, YouTube of mijn gezondheid? Nou, dat is ook een hele simpele antwoord op, namelijk mijn gezondheid. Want ja, oké, YouTube is wel mijn hobby en school mijn kindje, weet je, maar hey, mijn gezondheid, dat is toch wel wat belangrijker dan, dan eigenlijk iets op een soort van platform op social media. Dan hebben we twee vragen van Mitchell en de eerste vraag is: wat wil je nog meer bereiken op YouTube? Ik wil sowieso bereiken dat ik iets groter word dan dit eigenlijk. Ik wil bereiken dat ik uiteindelijk gewoon alles kan doen wat een echte YouTuber ook zou kunnen. Dat is eigenlijk wat ik wil gaan bereiken. Echt gewoon goede video's kunnen maken voor jullie. Ja, voor mijn kijkers. En de tweede vraag van Mitchell is: wat zijn je toekomstplannen wat je super graag nog wil doen? Ik wil heel graag nog gaan vloggen met een ook echt een vlogcamera. Daar ben ik echt heel lang mee bezig, maar ja, gaat lastig. En ja, ik wil nog naar, ik wil op vakantie en dat wil ik ook gaan vloggen. Ik wil eigenlijk op vakantie dat gaan vloggen eigenlijk. En dat het liefst naar Griekenland eigenlijk. Dat zijn een beetje mijn toekomstplannen. Die ook zeker binnenkort van pas gaan komen. Dan hebben we hier een vraag van Joelle, namelijk: waar ben je bang voor? Nou, ik ben niet echt ergens bang voor, als ik heel eerlijk mag zijn. En je zou denken, ja, bullshit, want iedereen is wel ergens bang voor. Nou, ik niet. Ik ben niet echt ergens bang voor. Ik weet niet, ik ben er niet Nee. Maar waar ik wel soort van bang voor ben, is dat ik mijn familie of vrienden kwijtraak. En daar ben ik wel het meest bang voor. Voor de rest zou ik het... Nee, voor de rest weet ik het niet. Ik ben niet echt per se om iets bang, maar wel dat ik mijn familie of vrienden kwijtraak. Dat zal...
En dat is echt een van mijn grootste angsten eigenlijk. Dan hebben we hier een anonieme vraag, namelijk, ben je op iemand verliefd? Super simpel, ja. En dan hebben we hier de volgende vraag van Roxanne, namelijk, heb je ooit iets gênants meegemaakt? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb wel zeker wat gênants meegemaakt. Nou weet ik niet meer wat mijn gênantste moment was, maar ik weet wel dat ik echt gênante dingen heb meegemaakt. Zodat dat ik eens een keer niet door had dat mijn gulp kapot was, want dat is pittig naar. Of de keer dat ik mijn regenbroek in de school uit moest doen. Of dat ik vogelpoep op mijn schouder kreeg. Of dat ik eens een keer kou in mijn haar had zonder dat ik het wist. Dat zijn eigenlijk allemaal gênante momenten. En ik denk ook dat het een gênante moment is dat je dan bijvoorbeeld met elkaar gaat afspreken voor de eerste keer of zo. Je weet wel, jongetje, meisje enzovoort. En dat je dan niet weet wat je tegen elkaar moet zeggen. Dat is ook pittig gênant. En al die dingen heb ik wel meegemaakt. En waarschijnlijk wel meer dingen, maar die kan ik niet, die weet ik even niet meer. Dan hebben we hier de volgende vraag van Maartje, namelijk welke game speel je op het liefst op die PlayStation van je? Daar is het over de PlayStation 4. Het liefst speel ik momenteel Apex Legends en Fortnite. Dat zijn echt de twee games die ik graag speel. Maar het ding is, iets wat jullie niet van me weten, want dat is namelijk een feit. Ik speel niet heel vaak meer op de PlayStation. Bijna nooit. Ik heb nu al 5 dagen niet meer op mijn PlayStation gespeeld. En daarvoor speelde ik maar voor 1 uur of zo. En dat is allemaal omdat ik het druk bezig heb met YouTube, school, soms met mijn vrienden afspreken. Enzovoort. Want ik heb eigenlijk best wel een simpele planning elke dag. Ik sta op. Ik doe mijn online les. Daarna ga ik naar buiten. Daarna ga ik mijn video opnemen. En daarna ga ik een film kijken. En daarna is het alweer gewoon tijd om naar bed te gaan. Zo simpel gaat het bij mij. Het is echt een korte planning, maar dan zit hij wel voor de hele dag gewoon vol. Dan heb ik hier zelfs een vraag van mijn eigen vader. Namelijk van alles wat je doet. Dus buitenspelen, PlayStation, YouTube enzovoort. Als je één ding zou moeten kiezen, wat zou dat zijn dan wat je zou doen? En ik denk dat dat freerunnen is met mijn vrienden. Ja, dat is denk ik wel iets wat ik echt zou willen blijven doen. Dat ik dat zelfs boven YouTube zou zetten. Want dat is namelijk echt goed voor je gezondheid. En ja, dat is echt iets wat ik doe. Zeg maar, YouTube is ook wel iets wat ik doe. Maar, het ding is, YouTube, dat is zeg maar... dat is iets wat ik zitten doe. Dan ga ik zitten en dan ga ik zitten praten tegen een microfoon. Nou ja, dat kan wel. Maar dan heb ik toch wel liever dat ik iets doe waardoor ik ook beter opbouw met mijn gezondheid. En dan hebben we hier een vraag van Amber, namelijk, wat voor bijzondere gewoontes heb je? En dat is een van haar twee vragen, want ze heeft er ook nog eentje. Wat voor bijzondere gewoontes heb je? Bijzondere gewoontes, nou ja, ik zou niet per se weten wat voor bijzondere gewoontes. Het is wel ook gewoon speciaal dat iemand tegen me zegt bijzonder, hè? En om heel eerlijk te zijn, weet je, ik weet het niet. Ik denk... ik weet het niet. Oprecht, ik weet het niet. Ik zou hier even voor moeten nadenken. Dan denk ik dat het wel is dat ik meerdere dingen kan die anderen niet kunnen. Bijvoorbeeld iedereen heeft wel één iets, weet je. En dat is niet om op te scheppen, by the way. Maar dat is gewoon iets wat ik zelf vind, hè. Eigen mening. Dan heb je bijvoorbeeld iemand die heel goed kan tekenen. De andere kan heel goed skaten. De andere kan heel goed freerunnen. De andere kan heel goed gamen. Nou, ik heb dat allemaal een beetje, zeg maar. I mean, ik ben niet slecht, maar ik ben ook niet goed. I mean, ik kan een beetje freerunnen, ik kan een beetje skaten. Ik kan eigenlijk van alles. En dat is dan denk ik wel een bijzondere gewoonte misschien. Die ik heb dan, denk ik. Geen idee. Tweede vraag van Amber. Waar raak je echt geïrriteerd aan? Als mensen vals spelen. Als ik met mensen discussie heb. En als mensen het soms niet met me eens zijn. Dat zijn echt 3 irritante dingen. Ik haat het heel erg. Ik kan er echt niet tegen als mensen gaan zitten vals spelen. Dat is 1. Dat mensen discussie met mij hebben vind ik ook echt vreselijk als ik discussie heb met mijn vrienden. Dat is 2. En als mensen het niet met me eens zijn. Dat vind ik ook best wel irritant. Maar goed, dat ligt weer aan meningsverschil. En dan hebben we hier een vraag van Sasha. Nog een keer, ja. Want dat is niet dezelfde. Namelijk, welk landje vind je leuker? Nederland of Griekenland? Heel eerlijk, ik denk dat het toch wel Griekenland is.
waarom? Griekenland, dat is mijn land. Daar heb ik ook echt mensen die ik ken. En dat is mijn familie. Daar kun je in de zomer heel vaak lekker zwemmen en zo. En heb je best wel veel te doen. Daar kun je wel best wel veel doen eigenlijk. En ja, dat is waarom ik denk ik wel echt Griekenland leuker vind dan Nederland. Dan heb je hier een vraag van Aukje. Waar heb je allemaal gewoond? Ik heb overal in Texel gewoond. Behalve Oudeschil. Ik heb gewoond in... Laten we even bij Gasthuisstraat. Dat is in Den Burg. Ja, Den Burg. Den Koog. Den Hoorn. Voor de rest weet ik niet meer welke dorpen er zijn in Texel. Maar ik heb overal in Texel gewoond. Behalve Oudeschil. En daar heb ik nog in Kampen gewoond. En momenteel dus Den Helder. Dan heb ik hier een vraag van Rosanna. Namelijk, wat doe je liever? YouTube of TikTok? Dat is haar eerste vraag. Super simpel antwoord. YouTube. Haar tweede vraag is... Is backflip makkelijker dan een salto? Nou, dat is niet zo. Backflip is makkelijker dan een salto. Backflip is zeker makkelijker dan een salto. Dat zijn eigenlijk simpele redenen. Bij een backflip kun je de grond al zien aankomen. En weet je wanneer je moet landen of waar je moet landen. Bij een salto kan je dat niet zien. Dat zie je pas aan het einde. En dan kun je al op je bek zijn gegaan. Dus daarom is backflip ook makkelijker. En bij backflip kun je je handen inzetten om naar achter te gaan. En bij een salto is dat niet zo. Dus daarom is de backflip zeker makkelijker dan een salto. Heb ik hier een vraag van Juan. Namelijk, hoeveel Fortnite wins heb je? En daarvoor moet ik letterlijk mijn PlayStation openen. Maar dat maakt niet uit. Nou, voor dit zijn we dus overgeswitcht naar mijn PlayStation. Nou, dit zijn dus de wins. Ik heb bij solo wins heb ik 3, top 10, 61, top 25, 179, eliminations, 1000, 81, matches played, 933 in dit seizoen, denk ik. En dan heb ik hier, Dan heb ik bij duo's, want dat hebben we ook. Bij duo's heb ik 19 wins, top 75, top 12, 135 eliminations, 849 matches played, 471. En bij squads heb ik 5 wins, top 3, 8, top 6, 17 eliminations, 139 matches played, 58. En LTM's 6 wins, scoren 18.962. Players outplays 3012. Eliminations 220 en match player 92. En ja, dat zijn eigenlijk dus, dat is een beetje de status van dit seizoen, denk ik dan. Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag van Danique. Namelijk, als je 24 uur alleen maar ja zou mogen zeggen, welke vraag hoop je niet te krijgen? Dat ik iets heel erg smerigs moet eten wat je niet eens kan eten. Bijvoorbeeld scheid of wat dan ook. Of iets heel gênants. Iets wat ik echt niet durf. Of ja, dat eigenlijk. Dat ik echt iets heel gênants krijg dat ik moet doen. Of dat ik, dat ik eigenlijk iets super smerigs moet eten. Dat vind ik echt niet leuk. En dan hebben we hier van een anoniem iemand. Namelijk, heb je een crush? Simpel antwoord, ja. We hebben de allerlaatste vraag van Teun. Shout naar jou. Waarom ben je met YouTube begonnen? Nou, het is eigenlijk een soort van dezelfde vraag als Manchu. Waarom maak je YouTube video's? Maar waarom ben je met YouTube begonnen? Dat is wat specifieker. En daarom heb ik dus niet helemaal mijn antwoord uitgelegd bij Manchu. Zodat ik het bij deze vraag kan antwoorden. Waarom ben ik met YouTube begonnen? Ja, kijk. Ik ben dus iemand die heel erg veel van praten hou. Dat zien jullie ook denk ik aan mijn video's. En ik ben ook iemand die best wel druk is als die praat of zo. En ik hou ook heel erg... Ik hou heel erg veel van gamen. En ik dacht als ik die twee nou combineer, komt het uit op een gaming video waarin ik iets zeg. Wanneer ik dingen zeg. Nou ja, uiteindelijk vond ik het dus wel een leuk idee om een filmpje ervan te maken. Want het begon allemaal eigenlijk random met filmpjes en zo. En uiteindelijk werd het echt leuk. En maakte ik er een hobby van. En sinds dat ik hier ben in Den Helder, heb ik me echt serieus gericht. En wat heb ik bereikt? 128 abonnees, toffe kijkers die mijn video's kijken,
liken, soms reageren. En ik ben daar ontzettend blij mee. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik kan niks anders zeggen dan heel erg bedankt voor al die support, al die jaren. Het is maar één jaartje, maar... 2000 years later. Hey, maakt niet uit. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Heel erg bedankt voor de support. En ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik wil bij deze vraag ook de Q&A afsluiten. Want het waren eigenlijk allemaal vragen. Alle mensen die gereageerd hebben, heel erg bedankt. Jullie TikTok, Insta of YouTube staat onderaan in de beschrijving. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot... Oh, wacht. Nog een mededeling. Ik weet niet waar deze video online komt, maar als deze video voor zondag online komt... Ik heb een nieuwe serie gestart, namelijk Meme Games NL. En zondag komt er de eerste video van online. Bereid je vast maar voor op zondag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. But that's alright, hush.